dames en heren, zometeen beëindigen Linda Voortman en Bram van Ooyek het tijdperk van fossiele brandstoffen. Voor elkaar uur, wij kiezen voor windenergie. Omdat we iets moeten doen tegen de opwarming van de aarde en de klimaatverandering. Maar ook omdat we niet afhankelijk willen zijn van Poetin of Saoedi-Arabië voor de import van onze olie en gas. Maar ook omdat we geen toestanden willen zoals in Groningen bijvoorbeeld, waar we zoveel gas uit de grond halen dat de huizen daar letterlijk op instorten staan en soms ook instorten. Of de plannen die er nu weer zijn om bij Terschelling in de Waddenzee naar gas te gaan zoeken. Die fossiele verslaving, die verslaving aan de fossiele economie, die kan niet langer doorgaan. En daarom moeten we overschakelen op schone energie. Als je op 18 maart kiest voor GroenLinks, dan kies je dus voor statenleden die zich de komende jaren gaan inzetten voor schone energie, voor natuur, voor goed openbaar vervoer en voor al die waarden die het leven in de provincie Utrecht een stukje aangenamer maken. Daarom zou ik zeggen, kies op 18 maart en stem op 18 maart op GroenLinks. En nu gaan we het doen! Wat wij hiermee willen laten zien is dat we niet door kunnen gaan met onze energievoorziening zoals die nu georganiseerd is. Met olie, met kolen en met gas. Omdat dat leidt allemaal tot broeikaseffect en opwarming van de aarde, klimaatverandering. Maar ook omdat we dan afhankelijk zijn van landen als Saoedi-Arabië of van Poetin in Rusland, omdat we dat allemaal moeten importeren. Dus wij zeggen, zet windmolens neer. Er zijn hier fantastische initiatieven, ook in Amersfoort, om in het Soesterkwartier bijvoorbeeld 3 windmolens neer te zetten. Doe zonnepanelen op je dak en zorg ervoor dat onze energievoorziening schoon wordt, zodat we een halt toeroepen aan klimaatverandering.